Goedemorgen. Goedemorgen. Papa. Goedemorgen. Good morning. Good morning. Paptijd. Good morning, Wiege. Ik weet dat good morning betekent. Het is paptijd. En melktijd. En krakentijd. Ja, dat is scherp. We gaan lekker ontbijten. Ik zou zeggen, see you later, alligator. Hè? Ja. Vindt Jolanda leuk? Dat is een opmerking. Hè, Jolanda? Ik hoop van jou. Ik ook van jou. Smeer. Ik ben op de Mini Classic Nintendo een spelletje aan het spelen. Planeteers. Origineel staat het spelletje er niet op. We hadden voor volgens mij 30 euro of zo, toch? Voor 30 euro hadden wij bij iemand een hele hoop spelletjes bij laten zetten. Dus dan staan er in totaal, was de bedoeling om er 90 op te zetten. Maar daar waren er per ongeluk maar... Dus origineel staan er 30 op, dat was de bedoeling om er 60 bij te zetten, maar er zijn er 56 bij gezet. Walnoten, beukennoten, hazelnoten. Nee, ja, hazelnoten. En walnoten zoeken. En Jolanda die was bezig met plukplekken te vinden. Oh nee, wild pluk. Pluk wild. Dus wij gaan wild plukken. Op een... Heel, heel wild gaan we doen tijdens het plukken. Dus. Wild kneden, niet woest kneden, maar wild plukken. Ja, we gaan wild plukken. Tot straks. Houdoe. Kom, er zit smeerkaas in je neus. Lily? 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 Het zit vast. Kom hier. Lily? Nee? Nee, nee, nee. Hoi! Moet er even eruit? Wil je ook wel een nootje zoeken? Oh, echt waar. Nee. Hij is eruit. Dan komt het doekenmonster aan, Amy. Goes. Dit. 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 Ik ga hier op de wildpluk wijzen. Uit. Ga ik even... het adres opzoeken waar wij kunnen plukken. Zoeken. Zo, wij zijn op weg naar de Passerrot. Zo van rot. Is rot daar, denk ik. Er staan bomen. Er staan bomen met... walnoten. Walnoten en hazelnoten. En hazelnoten. Hazelnoten zijn als het goed is niet zo'n grote bomen. En mijn hazelnoten die zijn er sowieso al. De walnoten, dat volgens mij verschilt dan nog wel eens of zo. Als de hazelnoten klein zijn, dan kunnen we de boompjes, dan kunnen we ze heel makkelijk plukken. Ze vallen van de boom af, liefde, hè? Oh. We zijn hier op de Passerrot. We zijn al heel even. Dit is een walnotenboom. Maar het is nu begin september. 7 september of zo, of niet? 9 september. Eind september zou je kunnen beginnen met oogsten. Dus nog een dag of 18, 19 te gaan. Jolanda zit ernstig te kijken. Jammer dat je bijna je vinger weer bij het geluid hebt, schatje. Nee hoor. Oh, okay. Daar is het geluid. Nou, we gaan nog even verder kijken. We waren over hazelnoten. En die zijn al wel goed. Oké, iets minder ernstig. Er zijn ook hazelnoten, die zijn al wel goed. Ja. Let's go.
Let's go, Dylan. Waarvoor? Let's go. Voor de hazenoten. Hier hebben we een beukennotenboom. Het is een beetje beginnende lijk wel of zo. We hebben er wel wat gevonden al. Maar de meeste zijn echt nog dicht. Wat? Dus ja, kijk maar hierboven. Een dagje, mama. Ja, maar veel wel. Kijk maar hierboven, jongen. Het is allemaal nog dicht. Nou, ik zie dat dagje, papa. Ja, je hebt al wat. Dat klopt. Ja. Maar veel moet nog komen, schatje. Ja, maar ik wil er wel blijven. Dus wij gaan toch nog maar eventjes verder voor de hazelnoten. De walnoten is er nog niet. Nou, de beukennoten hier een beetje. En dan gaan we nog even naar de auto. Eindelijk. Eindelijk geeft de natuur ons wat we willen. Hazelnoten. Dit zijn hazelnootbomen. 1, 2, 3, 4, 5. 5 hazelnootbomen. Amy zit lekker in de maxi-cozy. Achter mama. Kijk wat mama allemaal aan het doen is. Lily denkt ook, nou, ik weet het ook niet. Denk, ik steek maar even een vinger in mijn neus. Oh, huh? Ja, dat moet gebeuren, hè? Moet je ook leven halen af en toe. Ja. Toch, Lily? Huh? Moet ook gebeuren, hè? Dylan is een bosjesman. Ja, ik denk dat ik het lekker voor al gedaan. Dylan! Ja? Laat je zien. Goed zo, jongen. Mag ik erin? Kun je die nou gelijk al eten of moet hij die nog drogen? Ik ga eten. Oh. Kun je al eten? Nee, dan heb je de notenkraker voor nodig. Oh, kom op! Hey, Dylan is een soort wilde aap. Hey, Dylan is Robinson. Pak hem zelf op. Dylan Crusoe. Dankjewel. Ik maak deze allemaal open. We waren net iets te laat, maar Lily was met Amy aan het knuffelen, hè? Hi, knapperd. Doe een beetje drinken bij papa, schatje. Nee? Nou, we zijn dus net lekker thuis. We zijn even naar de winkel geweest. Wij gaan lekkere biefstuk eten van Vivera. Ik ga champignons bakken. En we eten er lekkere frietjes bij. Dus ik ga eventjes champignonnetjes bakken. Kijk. Kijk. Lekker, lekker. Eten. Amy, vloeibaar eten. Oeh, dat gaat goed. Heel even. Terug naar binnen. Hey. Zit mijn familie. Papa, Sin. Zie je ons niet? Nee. Ga je het zelf doen? Dat zou een teken van succes zijn. Maak je geen zorgen, lieverd. Ik kan oh, altijd lekker. Een limonade maken. Papa, nou helpen? Papa, helpen? Zeg dat nou over, niet van alles. Wauw, we zijn over de rode streep. Ben je blij dat je niet hebt opgegeven? Ja, echt wel. Maar ik had het niet zonder jullie. Zo, de was is even opgevouwen. Kan het morgen de kast in, want de kindjes slapen. Christy is zijn verslaving bezig. Little Simon? Nee. Hij vindt hem heel leuk, maar weet niet hoe het heet. Ja. Heel leuk. Oh, niet heel leuk. Bedankt voor het kijken vanavond weer. Vandaag. En vanavond, dus vandaag dus. Vergeet je niet te abonneren, duimpje omhoog te geven. En tot morgen dan weer. Tot morgen. Slaap lekker. Doei.